De schaterende lach die volgt is een genot voor kersverse ouders. Om steeds meer van die schaterlach te zien, worden baby's onophoudelijk gekitteld. Maar is die lach aangeboren of afgekeken van vader en moeder? In 1933 besloot de Amerikaanse psycholoog Clarence Luba dit te onderzoeken met zijn eigen zoon als proefpersoon. Hij onderwierp zichzelf en zijn vrouw aan een streng kittelregime. De eerste paar maanden werd er niet gekitteld, maar daarna mochten ze aan de slag. Daarbij mocht niet worden gelachen. Om dat wat makkelijker te maken, zetten de jonge ouders een masker op. Eén keer overtrad mevrouw Luba de regels. Na een badje liet ze haar zoon op haar knieën heen en weer wippen en riep hem lachend toe. Bouncy, bouncy. Meneer Luba vond het experiment nu mislukt. Zowel zoon als dochter begonnen in hun zevende maand te lachen tijdens het gekietel. Lachen was dus aangeboren. Duidelijk was wel dat moeder Luba moeite had met de rol van koude en afstandelijke moeder.